Voor vrijwel alle grote politieke discussies geldt, ze staan nooit op zichzelf. En dat geldt ook voor wat wij hier vandaag bespreken. Want voor de ingrijpende maatregelen in onze woningen, in de energie van onze toekomst, waar we vandaag over spreken, die raken niet alleen aan ons klimaat. Ze hangen samen met fundamentele vragen en keuzes over de inrichting van onze maatschappij, de rol van het collectief ten opzichte van het individu, de rol van de overheid ten opzichte van het bedrijfsleven en ja, voorzitter, ook over de rol van arbeid ten opzichte van kapitaal. Want klimaatstrijd is immers ook klassenstrijd. En dat geldt niet alleen voor socialisten, voorzitter. Je hoeft maar te kijken naar het landelijke beleid met de liberalen van de VVD aan de knoppen. Huishoudens met de laagste inkomens betalen het hoogste percentage van hun besteedbaar inkomen aan klimaatlasten en krijgen de komende jaren de grootste lastenverzwaring. Huishoudens met de hoogste inkomens daarentegen betalen het minst en gaan er ook het minst op achteruit. En diezelfde tweedeling die zien we ook bij tussen kleine en grote bedrijven, waar de grote bedrijven het minste bijdragen aan klimaatmaatregelen, relatief gezien. Toenemende en verdiepende ongelijkheid is het gevolg van deze maatregelen. En dat is niet alleen onwenselijk, het breekt ook elk geloof dat mensen hebben in dat deze maatregelen noodzakelijk zijn. En dat risico van die toenemende ongelijkheid ligt ook in Groningen op de loer. En dat kan onze al verdeelde stad er echt niet bij hebben. Het risico bestaat immers dat de betere huurwoningen het snelst worden geïsoleerd, waardoor die slechtst geïsoleerde en vaak goedkopere woningen achterblijven. Dan betalen juist die bewoners langer een fors stijgende gasprijs, met groeiende ongelijkheid tot gevolg. Ik dien straks een motie in met ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 100%, om dat tegen te gaan. Maar het risico bestaat ook dat woningeigenaren met al een forse hypotheek energiemaatregelen uitstellen, terwijl zij die al kunnen investeren, langere tijd profiteren van die investeringen, met groeiende ongelijkheid tot gevolg. Maar nou woont niet iedereen in een corporatie of in een eigen huis. Sowieso woont niemand in een corporatie, maar in een corporatiewoning. En een flink deel van onze stad is in handen van vastgoedmagnaten, beleggers, huisjesmelkers of mensen die gewoon een extra woning voor hun kinderen hebben gekocht. En zij hebben weinig belang bij energiemaatregelen, want hun belang is een flinke huur uit deze woningen halen. En ze betalen de energierekening toch niet. En het risico bestaat dat deze investeerders wachten tot er lucratieve subsidies komen voordat ze iets gaan doen. Wij dienen zometeen met ChristenUnie, GroenLinks, Partij van de Arbeid en Partij voor de Dieren een motie in om die mensen die nu een huis hebben waar ze zelf niet in wonen te bewegen tot het nemen van energiemaatregelen. Maar voorzitter, en dan richt ik me ook een beetje richting de heer Van Kesteren. U kent de visie van de SP. Dit fundamenteel gemankeerde economisch systeem, wat zich onttrekt aan democratische controle, waarin winstmaximalisatie leidend is ten opzichte van al het andere. U weet wel dat vermaledijde kapitalisme, dat heeft ons hier gebracht. En nou zijn wij realistisch genoeg dat we het kapitalisme hier in de gemeenteraad van Groningen niet weg gaan amenderen. Maar wat wij wel kunnen doen, is ervoor zorgen dat wij in Groningen alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat klimaatmaatregelen, waar wij wel over gaan, de ongelijkheid niet vergroten, maar juist verkleinen. Zodat onze inwoners erop vooruit gaan. Zodat zij betere huizen krijgen, gezondere huizen krijgen. Maar ook zodat deze maatregelen niet enkel als morele zelfbevrediging voor de happy few dienen, maar echt zoden aan de dijk zetten. En wat de SP betreft is daarvoor een hernieuwd vertrouwen in het collectief nodig. Want met individuele maatregelen, financieringen en leningen komen we er niet. Wij zullen de toekomstige energie moeten opwekken op een collectieve en democratisch gecontroleerde manier. En wat de SP betreft kan dat middels een gemeentelijk energiebedrijf. Zodat we alle panden van de gemeente, corporaties en ook van mensen die hun dak ter beschikking willen stellen op hun koophuis vol kunnen leggen met zonnepanelen en de winsten daarvan kunnen gebruiken om in de toekomst ervoor te zorgen dat mensen, ook particulieren, hun huis verder energiezuinig kunnen maken. En wij noemen dat inmiddels rode stroom, schoon, betaalbaar en van ons allemaal. En daarvoor dien ik ook nog een motie in.